It's een heel goed opportunity for the youth and een goede stimulatie voor de youth en voor de community en voor de city. De hordenloop, verspringen of juist kogelstoten. Het zijn voorbeelden van onderdelen die vanaf vrijdag voorbij komen tijdens de NK Atletiek. Olympisch kampioen en ambassadeur van het evenement is de Haagse hinkstapspringer Fabian Florent. Ja, voor mij is een dream come true dat de Nederlands kampioenschap is in my city in Den Haag. It's een heel goed opportunity for the youth en een goede stimulatie voor de youth en voor de community en voor de city. Voor mij een city ambassador is de beste situatie. Fabian werd maar liefst 14 keer Nederlands kampioen. Dit weekend doet hij in zijn Den Haag een poging om opnieuw de titel binnen te slepen. Omdat is heel hard en als je bent top, dan je bent top voor heel lang tijd. Omdat niet allemaal kan hinkstap. Je moet heel snel voor lopen en dan heel goed springen. So, is een combinatie met alles voor hinkstap en ik heb deze is mijn talent. So, yeah. Voorafgaand aan een belangrijke sprint heeft de atleet een persoonlijk ritueel om voor een adrenalineboost te zorgen. Goede mental focus voor mij is heel goed muziek. Explosive active music voor de goede positieve energie. En dat is mijn ritual elke keer voor een athletic wedstrijd. Caribbean music, carnival music, soca music, rap, reggae, everything. It depends on my mood at that moment. Then I play that music and then I just feed off the energy and I get very excited. De Nederlandse kampioenschappen worden donderdag officieel geopend met een city-event op het plein. Vanaf vrijdag komen de sporters in actie bij Haag Atletiek aan de Laan van Poot. De Atletiek wedstrijd is voor Haagenes. So, ik hoop dat allemaal kan komen bij Haag Atletiek en ook in het plein, in het centrum voor Veerspringen. En ja, het is voor ons. Het is voor allemaal in Den Haag.